We vangen dieren op die in de problemen zijn gekomen. En het gaat dan om wilde dieren, dus inheemse dieren. Dus vogels en zoogdieren die hier in de natuur voorkomen. Die vangen we op omdat ze bijvoorbeeld gewond zijn. Of niet voor zichzelf kunnen zorgen omdat ze nog te klein zijn. En uit de boom gesnoeid zijn bijvoorbeeld. Die vangen we op en we geven ze een tweede kans. Het is natuurlijk belangrijk voor het individuele dier. En daarnaast is het heel belangrijk dat we op het moment dat mensen zo'n dier vinden en erover bellen of er hiermee komen, dat we contact met ze hebben en ze kunnen vertellen over de natuur. Die natuureducatie die is heel erg belangrijk, zodat mensen meer leren over de natuur om ons heen. Nou, met een heel legertje aan vrijwilligers in diverse takken van sport, want er zijn natuurlijk dierverzorgers, maar ook mensen die de tuin of de kooien onderhouden. En ook in de natuureducatie, administratie, er zijn heel veel dingen die ze doen hier. Samen zorgen we ervoor dat wel 6000 dieren per jaar opgevangen worden. En een heel groot deel daarvan kunnen we weer loslaten in de natuur. En daar gaat het natuurlijk allemaal om.